Hallo Rinske Preide. Jij stelde mij de volgende vraag. Hoe heb jij je voorbereid op je rol als Jan van Galen? Nou, dat is heel erg leuk dat je het vraagt. Want mijn echtgenote Roosmarijn Luiten, die speelt ook in deze voorstelling. En toen zij die rol instudeerde, toen ging ik gewoon als huisvader ging ik braaf het script met haar doornemen. En zij deed ook bijvoorbeeld Friedel, doet zij. En dat is dus mijn echtgenote in de voorstelling. En ik ging met haar die rol oefenen. En ik had zoveel schrik in die Rotterdammer. En die Rotterdammer had ik al redelijk onder de knie. Want vroeger had ik een cabaretgroepje, dat heette de Vliegende Panthers. En daar deden wij ook al Rotterdammers. Dus die Rotterdammer hoef ik in mijn hand niet echt voor om te draaien. En toen dacht ik, oh, dit is een leuke rol om te doen. Zeg, die zit mij als gegoten. En toen zo is het balletje aan het rollen gekomen. Toen heb ik de regisseur stiekem gebeld. En toen kwam er iemand vrij. En nu zit ik erin.